dat als het tijd zijn voor mij 12 uur is, om te zeggen, dit is papa India 4, Victor Golf Zulu, verenigingsseizoen VRZA, afdeling het Gooi, regio 15, afdeling 27, met de laatste Gooise ronde van de rondeleider, moet ik maar zeggen, want wie weet is er toch nog iemand die er binnenkort opstaat. Maar in ieder geval de laatste ronde van de ondergetekende. Daar ga ik, de nieuwsgaring doen. En een klein stukje historie over van de Gooise ronde. Want ik hoorde al mensen zeggen, hoe ging dat ook alweer? Ja, 20 jaar geleden is het begonnen. Ik zie het nog voor me. Ik was via Loosdrecht, want toen zat de VZA in Loosdrecht, binnengekomen bij de VZA. En Anne, PA3, Fox Yankee India, die deed altijd de ronde. Die was ook op zondag om 12 uur. En die had er ook geen zin meer in. En zoek eigenlijk een rondeleider. Nou, ik ben zo gek geweest om te zeggen van, nou, misschien wil ik dat allemaal doen. Ik werd opgevangen door Karel, PA3 AUP. Dat was toen de voorzitter van de VZA, afdeling het Gooi. En ik was nog maar luisteramateur. Ja, ik was luisteramateur. Dat heeft ook nog wat voeten in de aarde gehad. Maar goed, als luisteramateur mocht ik beginnen als rondeleider. Kom ik daar in de chic van PA3 AUP, zit daar voor mij PA3 AUP. En daar aan de andere kant, aan de rechterkant, zit dan de heer PA9 JOO, zo heet hij tegenwoordig. Toen was het nog PA3, belop. Nee, ben je gek, was hij. Nou goed, maakt niet uit. Met zijn oude kool, Joop. En die zaten met z'n tweeën voor me op een stoel. En daarnaast mocht ik gaan zitten met een transceiver. Nou, ik heb het geweten. Karel, op een oude dorsmachine. Wat nieuws uitgedraaid. Vooral natuurlijk afkomstig van het VRZ-Strook-Alva gebeuren. Maar daar begonnen we dan met de ronde. Zweet in mijn handen, een handmicrofoon in mijn handen. Maar dat werken we tegenwoordig voor natuurlijk heel lang niet meer mee. Maar ja, daar zijn we mee begonnen. En ja, ik mocht de ronde doen. Nou, na een uurtje was ik klaar met de ronde, kan ik me herinneren. En toen kreeg ik te horen van de heer Joop. Ja, dat heb je eigenlijk best wel goed gedaan. Je dankt daarvoor, Joop. Het is eeuwig zonde dat ik daar ingetrapt ben. Want daar vanaf die tijd, elke zondag, mocht ik naar Karel toe. Ja, als luisteramateur, rondeleider. Dat doet me denken aan de veel leuke onderwerpen en natuurlijk onplezante onderwerpen. In het begin, wist ik natuurlijk niet zoveel van radiozendamateurisme. Heel veel oudere zendamateurs die ondersteunen dat heel vaak. En dan kwam er weer iemand met morsen terug. En ja, ik kan me ook herinneren wie dat was. Dat doet me nog steeds heel veel. Toen hebben we natuurlijk de morsen discussie gehad. We hebben nog wat andere discussies gehad. En een jaar daarna, ongeveer een jaar nadat ik ben begonnen als rondeleider, ben ik geslaagd als radiozendamateur. Met de hulp natuurlijk van Joop. En daar ben ik eeuwig dankbaar voor. En toen was het afgelopen om naar Karel te rijden. Toen mocht ik het bij mij gezegd doen. En vanaf die tijd heb ik met heel veel plezier de Gooise ronde geleid. En helaas deze keer de laatste ronde. Het is niet anders. We gaan niet meer om het dramatisch doen. Ik heb zoiets van, over is over. Ik heb besloten dat ik gewoon wat meer ga genieten in de weekenden van de zaken die ik kan gaan doen. Ik heb eigenlijk niks om handen. Dus ken ik er ook op uit met moeders en vrouw. En dat is ook belangrijk. Goed. Dit is TI4 VGZ. Bijna 5 minuten volgepraat. Ik heb nog even een paar kleine dingetjes. Dat is ten eerste plaats, even kijken, de Stichting Horoscoop. Ja, de verplaatsing aan de Gerbrandytoren. De herplaatsing van de spullen in de Gerbrandytoren. Vanaf maandag 14 december voorgaan de zenders
van PI6ATV, PI1UTR, DISTAR, PI1DUTR, DMR, PI1UTR, PI2NOS, PI610 en de WebSDF en Hamnet voor onbepaalde tijd uitgeschakeld worden. Let wel, dat betekent niet dat PI2NOS en PI3UTR niet meer aanstaan. Op andere locaties zoals nu staan ze natuurlijk nog wel aan. En dat is met PI610 ook zo. En normaal gesproken zou ik zeggen, ik zo snel als ik weet dat het weer aangeschakeld wordt, zal ik u berichten. Maar u moet dan gewoon eventjes de website van Hobbyscope, www.hobbyscope.nl in de gaten houden. En dan wordt u op de hoogte gehouden wanneer het allemaal voor elkaar gaat, voor een moment. Zo, gaat het goed. Dan heb ik nog eventjes, meneer Thijs is bezig op YouTube en wel op zijn eigen kanaal van PA5 Thijs om allerlei oudere filmpjes van radioamateur onderwerpen op het internet te zetten. Op het YouTube kanaal PA5 Tango Yankee Sierra is die alle analoge beelden digitaal wat neerzetten op het internet. En er staan hele leuke zaken op. Hè? Dus we moeten maar kijken op PA5 Tango Yankee Sierra. Goed, dat was het deze keer. Er was weinig nieuwsrading nog. Ja, het is niet anders. Het was de laatste nieuwsrading. Dat betekent dat ik voor de laatste keer de microfoon ga loslaten. Om te beginnen met de full e-mail, met de e-mailronde op 2 meter. Dit is Papa India 4, Victor Golf Zulu. Die luistert. PA4 MS, uit TFK. PA4 Mike, ja. Zijn er nog meer? Papa Alpha 4, Mike Delta Bravo. Maar dit keer zonder P. Ja, maar dat begrijp ik. Mike Delta Bravo. Wat ben ik nou aan het doen? Ja, het gaat niet helemaal lekker vandaag. Oké, zijn er nog meer? TFK. Oscar Charlie Charlie. Papa Echo 1, Oscar Charlie Charlie. Is dat voor de presentielijst, Philip? Nee, niet voor de presentie, Berend. Oké, ga je gang. Ja, graag de reden bij melden vandaag. Want ik ben een beetje, appelig, noemen ze dat. Oftewel, ik vergeet een heleboel. Dit is PI4 VGZ, die luistert verder. Goedemiddag. Wie was dat? Kilo. Het zijn er twee door elkaar en ze zijn allebei elke keer hetzelfde. Ja, PD7 TFK. Ja, nou heb ik genomen, PD7. Tango Fox Lot Kilo, ook genoteerd. En wie was er onderdoor? PA56, ja, dat waren er weer twee tegelijk, maar nou heb ik ze allebei kunnen horen. PA3 BHP heb ik gehoord, en die is voor de P. En ik heb gehoord PA5 TIG. 5 TIG. Goed, zijn er nog meer? PD4ROB met een P, Berend, goeiedag. PD4ROB, goeiedag Rob. Ook voor de P genoteerd. Er zijn er nog meer. Goedemorgen waarde vriend. Ditmaal zonder een P. Ja, oké. PA8. Charlie. Oké, er zijn er nog meer. Help me verstaan. QRZ. Papa Drol PA0 WST. P. Papa Drol te groen, Mike Golf X-ray met de P. Dan heb ik gehoord PA0 WST met de P. Oké, zijn er nog meer? Papa Echo 9 Whisky. En Papa Echo 9U Whisky, ook genoteerd. Zijn er nog meer? Papa Alpha 1 Romeo Oscar November met een P'tje, Berend. Papa Alpha 1 Romeo Oscar November, goeiedag.
Ron met een P. Ik moet even wat dingetjes bij gaan tikken hier. Zo. Dat kun je dan. Zo, dan maken we eventjes meer aan. Zo. En nu gaan we de mist in. Oké. Okay. Gaan we weer verder. Papa Alpha 3 Bravo Whisky Kilo presentielijst. Dankjewel voor al je inzet al die tijd, Berend. Ja, oké, okay, Wilco. PA 3 BWK WDP genoteerd. Er zijn er nog meer. Papa Echo 1, Papa Quebec Whisky met een P. En ook bedankt voor alle inzet, Berend. Ja, Papa Echo 1, Papa Quebec Whisky met een P. Er zijn er nog meer. Papa Echo 1, Hotel Alpha Uniform. En ik wens jou een welverdiende zondagsrust toe na al die jaren vanuit Flipstad. Ja, dankjewel daar, hè. We spreken elkaar zeker nog wel een keer. Dit is Papa India via Victor de Gordel toe. Er zijn er nog meer e-melders. Goedemorgen, dit is Papa Delta. Ik kom voor de lijst. PA0ETE. Voor de lijst genoteerd. Er zijn er nog meer. Ja, ik hoef nog een PD0NLI, Berend. Niks, luisteren. Papa Delta 0, Mike Uniform Lima genoteerd. Voor de P, wie staat er onderdoor? Nou, dat was ik, Berend. PD0 en... Nee, HX was dat. In Noord-Brabant, meldt zich ook in. Ja, die hebben we wel genoteerd. En wie zijn er nog meer? Is Papa Echo 1, Papa Kilo Bravo. Goedemiddag, Berend, voor de presentielijst. Ik wens je veel mooie vrije zondag toe. Ja, dankjewel, hè. Nou, het zal wel heel vreemd zijn, hoor. Volgende week zondag opstaan en dan niet naar de ronde eraan voorbereiden. Dat zal heel raar zijn. Maar goed, dit is Papa India via Victor Golfsoen. Luister verder. Papa Alpha 1, Charlie Juliet voor de presentielijst. Papa Alpha 1, Charlie Juliet genoteerd voor de lijst. Er zijn er nog meer. Nee, dan ga ik bovenop mijn lijst beginnen. Begin ik bij iemand, ja, die zich als eerste in... PA3 BMV was het vroeger, hè. En als eerste heb ingemeld op 10 meter. En de microfoon nog wilde hebben. PA9JO, PD1, PI4, VGZ. Vergeet mij niet, hè. Nou, word ik geen Joop, dan kom ik bij mijn steun en toeverlaat als ik af en toe een keer een zondag weg wilde. En daar wil ik jou ook zeker samen met Ellie voor al die jaren, wat heet jaren, bedanken met onze prettige samenwerking. En voor jou de microfoon, Victor. P1GCB, P4VGZ. Rosje Berend. Nou, ik zou bijna zeggen, de tranen schieten me in de ogen, maar we hebben toch 20 jaar een samenwerking gehad. En dat is tot volle tevredenheid verlopen. Als jij naar de Jutberg was of dergelijke, dan nam ik het graag over. En dat zou ik nou ook weer willen doen, als er iemand jou gaat vervangen, waar ik een hard hoofd in heb. Maar ja, we zien het wel, we merken het wel. Maar in ieder geval is het zo dat we hebben een leuke tijd samen gehad. En Ellie staat hier bij me. Dus die zit ook te knikken van ja. Dus de kat krijgt het weer. Goed, Berend, het gaat je goed. Ik hoor je weer. En het was toch een leuke tijd. En ook namens Ellie. Dus... ja, ik weet eigenlijk niet wat ik nog moet zeggen. Het was een leuke tijd samen. Veel meegemaakt. En veel meegemaakt, veel gelachen. Dus? En ik ben een beetje buiten adem, maar dat komt omdat ik gewoon niet veel adem heb. Goed, iedereen gegroet, Jacqueline ook. En we horen elkaar. Hoe heet ze ook weer? Melanie. Melanie, meld je, wou ik zeggen, maar dat komt van Instagram af. Goed. Gegroet iedereen.
Dit was Papa Echo 1, Golf Charlie Bravo. Ja, jullie ook, beide. Nou goed. Binnenkort zal ik een paar puffertjes meenemen en boven zien te klimmen. Dan kom ik even gezellig langs even, maar na Kutrobalen. Maar dat komt zeker voor elkaar. Dank je voor al de dingen die je hebt gedaan, zeker tijdens de kampweken. Ja, dat moet ik ook even bekijken, maar goed. Oké, dan gaan we naar de volgende lijst. Dat is PA5 Tango Yankee Sierra van PI4 VGZ. Enorm. Je Victor. Oké, jij bent een PA5 Tango Yankee Sierra. Ja. Nou, zoals je weet zal op de jaarvergadering nog eventjes flink onderuit gehaald worden. Maar dan positief. Dat had je liever, want dan zit het toch weer bij elkaar. Omdat je dan weer in de radio kelder bent of in Soeteren. Dus, morgen is er ook nog iets, dat heeft Maarten geregeld. Dus, ik kan het even rustig over hebben, onder elkaar. Al hectiek. Ja. Goed. Ja, wat betreft de PI2 NOS en al die andere horoscoop dingen. Gisteren ben ik inderdaad in de gebrande toren geweest met het begin van het filmpje dat er dan gemaakt moet worden over de herstructurering en nieuwe opbouw van het hele gebeuren. Als iedereen weet, moet naar de brand in Smilde. Hebben ze allerlei moeilijke eisen tegenwoordig in die torens. Er mag geen 220 meer, een andere apparatuur en het kraaiennest van loop ik. Dus alle apparatuur moet eruit en naar beneden. Met alle gevolgen van dien. Moeilijke coaxen enzovoort. Hoge kosten en nog meer ellende. Dus ja, het moet even uit. En dan geven ze gewoon de computers naar beneden, zodat hier en daar de meeste repeatennetwerken op blijven werken. Maar ja, heel veel dingen gaan inderdaad uit. Tot het er opgebouwd is. Dat zal even duren. Ahem. Ja, allerlei veranderingen, andere eisen en toestanden. Maar goed, gaan we wel een filmpje maken over de opbouw van het nieuwe hobbyscoop gebeuren. Dat nu een hele grote 19-inch rekken opgebouwd gaat worden. Gewoon 4 stuks hebben naar boven gesjouwd. Dus de eerste opnames gemaakt. Dus het begin is er. Maar ja, nou de rest nog. Goed. Nou, voor de rest ga ik weer luisteren, Berend. Die wat ik vergeten ben, maar dat heb ik dan vergeten. PA5, Thijs. Oké, Thijs. Helemaal bedankt daarvoor. Dan gaan we naar de volgende. PA4, Mike Sierra. PI4, VGZ. Ja, dankjewel. Een hele goede morgen aan iedereen. Dit is Papa Alfa 4, Mike Sierra uit het Barendse. Ik wil je buitengewoon zeer heel erg veel bedanken, Berend, voor je inzet en voor alle tijd. Ik heb er maar een deel van mogen meemaken, maar zelfs nog even bij jou thuis een 2-3 keer in de vergadering geweest. En het was buitengewoon. Ik ben net terug uit het Noorse. Ik heb een klein weekje winter gehad zowaar, met 2-3 centimeter sneeuw. En gisteravond laat teruggekomen. Ik wens je het allerbeste en ook aan jouw partner, want die heeft dezelfde naam als dat mijn vrouw heeft. Dus je begrijpt wel dat dat klikt wel. Hey, al de best en ik hoop je nog heel vaak te zien in de kelder. Papa Alpha 4, Mike Sierra, over. Ja, nou dat ga ik ze volgende keer proberen, maar dat gaat niet altijd lukken helaas. Maar er wordt nu echt gekidnapt, hè. Maar goed, gaan we naar de volgende manege en dat is Maarten. De secretaris van de vereniging. PA4 Mike Delta Bravo. PI4 VGZ. Ja, dankjewel Berend. Dan een wat officiële tintje zo gezegd. Beste Berend. Namens de VZA en de VRON afdeling het Gooi. Heel hartelijk dank voor het leiden van de Gooise rondes. In de afgelopen 20 jaren. Ook gaat natuurlijk dank uit naar je vervanger. Die we er net al hoorden. Victor. Papa Echo 1, Golf, Charlie Bravo. We begrijpen je keuze en wensen je nog vele vrije zondagen toe. En hopen je nog wel te mogen blijven ontmoeten op de diverse keurgees en op sommige afdelingsavonden. Van mij uit, cheerio. PA4, Mike, Delta Bravo. Ja, dank je. Ja, daar, ik zat er al op te wachten eigenlijk, maar goed. Ja, Maarten. Maar goed, dat hebben we morgen wel over. Ik ga hem doorgeven, Philip.
op een India 4, VSZ, stroom, VGZ, ja, gooi, maakt niet uit. Oké, Berend, hè. Even naar jouw korte historisch verhaal geluisterd. Heel interessant om dat allemaal, en ook leuk om dat allemaal te vernemen. Je ziet hoe je dat in vogelvlucht, hoe dat allemaal verandert. En ben behoorlijk in de lift gegaan. Het heeft een behoorlijk niveau gekregen. Ik heb inderdaad de laatste paar jaren wel wat meer gevolgd op die rondes. En dat was ook wel duidelijk te merken. Het loopt versmeerd. Maar ja, op een gegeven moment dan heb je gelijk in. Je gaat in een veranderingsproces zien. En dat is allemaal weer heel anders. Hè? En dat heeft ook voor en dat is ook belangrijk. Maar nogmaals bedankt voor alle malen of alle keren dat je de ronde geleid hebt. TJ4VGZ. Aan papa Echo en Oscar Charlie en 73 en het allerbeste. Over. Dank ervoor, Philip. Dank ervoor. Nou op een gegeven moment dan moet je ervoor kiezen. Maar goed. Robbie, voor jou de microfoon. PD7TFK. P4VGZ. Ja, Willem. Wat het een beetje probleem is. Ik zit momenteel nog even bij 3 ziet op de flat. En je krijgt uiteraard de hartelijke groeten van 3 ziet. Even één ding. Is het te nemen, Berend? Ja hoor. Uitstekend. Nou, mooi. Dan, ik zit hier midden in de flat. En even behelpen. Met een portootje. Maar ik wil dus toch niet ongemerkt langs me heen laten gaan. Dus daarom ben ik hier. En ik denk dat ik namens een heleboel, eigenlijk iedereen spreek, om jou heel hartelijk te bedanken voor 20 jaar ronde. En alle moeite die jij gedaan hebt daarvoor. Ik vind het helemaal top. Er werd gisteren, of er werd, wanneer was het, donderdag, had ik nog een discussie met Jan en W. Over het feit van, hoe en wat gaat er gebeuren met de ronde. Ja, dat is ook niet, maar ik kan het niet opbrengen. Wereld heeft de lat zo hoog gelegd. Dat het moeilijk is om een goede opvolger te vinden. Dus niet alleen het presenteren. Je zou natuurlijk de microfoon vasthouden, de turf. Goed, dat heb ik allemaal wel. Maar er moet veel meer gebeuren. Er moet nieuwsgaring, je moet bijhouden, logboeken enzovoort. Weer op deze plek nog één keer. Heel hartelijk bedankt voor 20 jaar ronde. Ja, oké, Rui. PD7TFK, P4VGZ. Nou, wat jij nou eigenlijk zegt. Realiseer ik mij eigen natuurlijk niet erg. Maar als ik dat goed ga bekijken, zie ik dat zelf ook wel. Ik heb de ronde een stukje omhoog getrokken. En ik heb er heel veel plezier aan gehad. Het is heel simpel. Eigenlijk is het het meest simpele wat er is. Je moet alleen eventjes weten hoe het moet. En wat je moet doen. En hoe je aan nieuwsgaring moet komen en meer niet. En daar heb ik speciale websites voor. Die tik ik in en klaar. En daar haal ik mijn nieuwsgaring uit. Zo doe ik het. Heel simpel. Je moet er eventjes tijd voor nemen. Je bent er een uurtje mee bezig bij elkaar. Nou ja, goed, jammer. Dat is leuk. En je kunt er een hele discussie over hebben van hoe of wat waar moet je niet hebben, jongen, de handen, joh. Dank je in ieder geval, Robin. Ik snap wat je bedoelt. En dan ga ik hem doorschuiven aan Johan. PA5TIG. PI4VGZ. Ja, oké. Okay. Ja, in ieder geval bedankt voor al die jaren dat je dat hebt willen doen. Het is altijd een vast punt geweest op de zondag. Zo van even kijken wat er voor nieuws is. En dan weer verder met de dag. Dus ik vind het een beetje jammer dat het sluit. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat je ook een keer moet zeggen van... Laat ik ook eens een keertje wat leuke dingen doen rond die tijd. Want... Ja, het is altijd, met dit weer zou ik zeggen, blijf lekker thuis, maar er zijn ook betere dagen in ieder geval. In ieder geval bedankt en ik hoop toch dat er iets voor terugkomt. Hoeft niet per se op zondag, maar in ieder geval zou het wel leuk vinden. Dus PA5TEG. Stijn was niet van een P. Oh, dat heb ik niet genomen, ZON, sorry daarvoor. Want dan ga jij zo direct de microfoon krijgen als eerste. Want dan ben je als eerste aan de beurt. PD1 ZON, P4 VGZ.
Ja, oké, prima. Kom net de trap opgestormd weer. PI4VGZ, met achter de knoppen PD1, hallo. Uiteraard heb ik mij vandaag ingemeld om jou succes voor de toekomst te wensen. Ik heb je maar 2 jaar als rondeleider meegemaakt, want ik ben een hele tijd gestopt geweest. Een mijlpaal, zeg ik, 20 jaar, het zondagsgevoel. Als een GBJ Hilterman, niet de toestand in de wereld, maar het nieuws uit de ether. En dan gaat allemaal weg. Ik vind dat van doorzettingsvermogen getuigen. Dus daarvoor hulde en bedankt. En dan ga je van vele andere nieuws zometeen ook horen, dus kan ik het kort houden. En dan de Nederlandse 10 meter FM-ronde hoop ik eerdaags goed weer op poten te krijgen. Want er is bij mij COPD geconstateerd en ik ben fors aan de beurt met instellen. Dus voor alle mensen die te vergeefs af en toe op mijn rondje wachten op woensdagavond, excuus daarvoor. Want het een en ander wil nog niet vlotten. Berend, nogmaals bedankt. PD1 hallo voor PI4VGZ, de microfoon retour van PD1 ZON. Ga je gang. Ja, een keer nagaan hoe lang wij met elkaar ondertussen kunnen, Arthur. Want ja, dat is 19 jaar. Jij hebt ook onder 19 jaar jouw licentie, dus ja, dat weet ik allemaal uit het hoofd nu, hè. Ja, in die tijd, nou goed, maakt niet uit. We gaan snel doorschuiven, want het is een hele lange ronde vandaag. Naar PA8, Charlie. Roger Berend en iedereen aan de ronde, PI4VGZ, Papa Alpha 8 Charlie aan deze kant. Ja, ik kan het lang maken, ik kan het kort maken. Ik maak het niet heel erg lang. Maar ik durf te stellen dat een icoon op zondagochtend om 12 uur, zondagmiddag eigenlijk om 12 uur, de ether gaat verlaten. Hè? Als zijnde PI4VGZ. En dat stelt mij toch wel enigszins teleur. Maar ik heb altijd met veel plezier naar je uitzendingen geluisterd, Berend. En wij kennen elkaar wel beter. Dus waarde vriend, het ga je goed. En geniet van die mooie zondagen van papa Alpha 8 Charlie. Dat ga ik zeker doen, Stan. PA8C, PI4VGZ. Dat ga ik zeker zeggen. Zeker doen. Ik ga ervan genieten. En dat is het belangrijkste. En als er nog iemand is die denkt van, nou, ik wil toch dan, als hij dan zegt, dit is zo simpel, de ronde overnemen. Ik wil je altijd ondersteunen als er nog iemand is die dat wil doen. Ik wil je altijd ondersteunen hier. Helemaal geen probleem. Maar nee, voor mij is het is over helaas. Dan ga ik als laatste, die geen PH's, want dat was naar Kees. PE9 Whisky, PI4VGZ. Ja, Roger Berend, dankjewel voor de mic. Nou ja, normaal gesproken kom ik niet in deze ronde. Ja, ik kom er wel in, maar dan met een P. Maar ditmaal kon ik natuurlijk niet laten, net zoals de overige hier vanochtend, om je te bedanken. Ik heb niet de volledige 20 jaar meegemaakt, want toen was ik even uit de running, zeg maar, niet actief. En de laatste jaren wel geluisterd, altijd met plezier geluisterd. En ja, jammer dat je ermee stopt, maar heel begrijpelijk ook. Ik vind het overigens van respect. Ik heb overigens respect voor het feit dat je het zo lang hebt weten vol te houden. In ieder geval bedankt voor deze rondens. En ja, mogelijk komt er een vervolg. Maar jij in ieder geval bedankt, Berend van Paul Pecho 9 Whisky. Ja, uitstekend, Kees. Niet te danken. Ik heb het met plezier gedaan. Dus als ik maar tegenzin had gedaan, had het heel anders geweest. Maar ik heb het plezier gedaan. Goed, ben ik aan het einde van van dit inmeldrondje klaar. En dan ga ik nog eventjes verder luisteren of er meer inmelden zijn voor de gooise ronde. Papa India 4, Victor Golf Saloon, luistert verder. Papa Alpha 2, Papa Bravo Tango. Papa Alpha 2, Papa Bravo Tango. Ja, mijn tikhand is niet zo stil vandaag. Wie zijn er nog meer? Papa Alpha 4, Hotel Alpha. Ja, wacht even. Even een momentje. Heb ik Papa Alpha 4, Hotel Alpha Yankee. En dan hoorde ik PE1 RVL. Goeiedag Robert. Jij was bij de presentielijst. En zijn er nog meer? B-
blijft het heel erg stil. Zijn er nog meer e-melders? Ja, dat is Papa Delta 0, dat zijn we niet maar India. Papa Delta 0, Papa Delta 0, November Lima Lima? November Lima India. Oké, okay, en LI ook genoteerd. Zijn er nog meer? Blijf stil, ga je naar onze peer toe. PA2 PBT, PI4 VGZ. Ja, oké, Berend, PI4 VGZ van PA2 PBT. Ja, ik wou om te beginnen, wou ik je eventjes je complimenten geven en de struisvogel die je komt voor het fantastische werk wat je al die tijd hebt gedaan. Ik vind het jammer dat je ermee stopt, maar ik kan me wel voorstellen dat het op een gegeven moment tijd is ervoor. En ik hoop dat er iemand binnen de VZA geleden op staat om dit over te nemen. Hè. Ja, ik zelf ben niet betrouwbaar genoeg op dat gebied. Om het zomaar even uit te drukken, anders gezegd. Ik ben heel vaak ben ik om 12 uur ergens anders. Dat heeft met familieomstandigheden te maken. Dus ik kan mij dus niet verbinden eraan. Ja, dat wilde ik eigenlijk even kwijt, Berend. Nogmaals veel dank daarvoor. P4VGZ van PA2PBT. Over. Ja, zeker te peer. PA2PBT, PI4VGZ. Daar gaan we snel naar de laatste op mijn lijstje. En dat is Louis. PA4 Hotel Alfa Yankee, PI4VGZ. Ja, dit is Papa Alfa 4 Hotel Alfa Yankee voor Papa India 4VGZ. Goedemiddag, alle luisteraars. En ik wil je bedanken voor al de mooie, fijne uitzendingen die je hebt gemaakt in 20 jaar. En ga je goed. En nogmaals bedankt. En ik hoor je misschien nog een keer op de ga je goed. Het allerbeste. Dit is Papa Alfa 4 Hotel Alfa Yankee voor Papa India 4 VVZ. Ja, uitstekend lobby. En daar wil ik wel meteen bij zeggen, ik stop niet als radiozender amateur. Nee, voor mijn levensdagen niet. Ik heb daar veel te veel plezier in. Maar ik kan je wel vertellen, ja, ik ga wat rustiger krijgen. En wat op andere gezette tijden, nou, niet gezette tijden, die microfoon inknijpen. En goed, ga kijken of er nog eenmalig of er nog inmelders zijn. Anders ga ik de ronde echt besluiten. Papa, Delta. Hey, Berend, ben jij een idee? Zeg het eens, Douwe. Ja. Dat je dat toch op een heel klein minpuntje betrappen. Ik had dit keer geen P. Dus bedankt voor alle rondes. Vanaf juni 2001 zo'n beetje, geloof ik. Toen ik mocht meedoen. En veel plezier op zondag, hè. Spreek je alweer op een ander QG. Van PA 1 idee, of? Ja, ik ben een beetje hout op de boter vandaag. Maar goed, dat maakt ook niet uit. Douwe, bedankt ook voor het meedoen in de Gooise Ronde. Bij deze ga ik de ronde besluiten met te zeggen, dit is en was Papa India 4, Victor Golf Zulu. We deden vandaag de laatste ronde van met als rondeleider PD1 ALO. Ik kan u vertellen, ik heb hier al die jaren heel veel plezier mee gehad. Ik heb natuurlijk aan alle vaste inmelders te danken dat ik zo'n grote en leuke ronde heb kunnen draaien. Het is niet anders. Ik ga echt genieten van het leven, noem ik het maar. Ik hoop dat er misschien nog een rondeleider komt. Maar in ieder geval, alle mededingers die in deze ronde nu ook hebben medegedaan. En al jaren natuurlijk ook als inmelders en ook als commentatoren mee hebben gedaan in de Gooise Ronde. Bedanken, want zonder jullie feedback ken ik het namelijk ook niet. Dit is en was Papa India 4, Victor Grosseloe, sluit en uit. Ja, dankjewel Berend, ook ik zo jou, hè. Bedankt van PA3, en ja, bye. Bedankt. Vooral een mooie rondes, papa. Echt geen papa, Kilo Bravo. Zelfs het gooi helpt, Berend. Bedankt, Berend, van papa Echo 1, Golf Delta, papa. Ik heb deze laatste ronde opgenomen. Ik
Kun je ook een keertje het bestand krijgen, dat we het op de cloud kunnen zetten, dat is helemaal niet weg. Ja, we kunnen op YouTube. Je moet cloud kunnen zetten, maar je mag het bestand ook zetten. Ja, maar waar op YouTube? Dat kan ik bij jou nooit vinden. Ja, ja, maar dan kom je in een brei van de ellende terecht. Ja, dat is wel waar. Alles wat ik zeg, dat is niet belangrijk wat ik dat doe. Ik heb die andere, de voorlaatste zes, heb ik ook op YouTube. Dus ik ben juist uit de bestanden van de vier. Dan wil je een studio bestand hebben met zoals ik geplaatst heb. Dat kun je ze pakken zelf op YouTube. Ja, de laatste ronde is natuurlijk wel grappig. Ja, je moet er een video bestand van maken met gewoon een plaatje eraan plakken. Anders mag je het niet plaatsen bij YouTube. Dat klopt. Maar ik heb ook wel software dat je het kan downloaden hoor, maar dat is een gedoe. Misschien moet ik dat maar doen. Ja, ja, dat is een hele goeie, dat werkt. Spaar 5 Tango Yankees, ja. Oké. Dan zie ik dat mailtje wel voorbij komen. Is goed. Ja, dat is een hele goede zin. Ik heb de zaak aan elkaar gepakt. Dat is wel alles klaar. De web is hier in Apel. Ik zou je naar ons aan moeten. Oh, en wat nu? Groeien bij het netwerk. Oh, het was dubbel. Wie was dat? Ik zeg, Robbie is volgens mij bezig met het netwerk. Want alle DMR-pieters vielen er ook af. Ja, 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 Hamnet liep ook al te piepen dat er een ronde was en Hamnet ging onderuit en toen bleek erop aan het roteren te zijn, dat weet ik allemaal. Hij had niet in de gaten dat er een ronde was. Ja, ja, er wordt flink achter de achtergrond gerommeld. Ja, volgens mij was de opname wel goed. Ik heb een stukje dat vlees gehaald en vlees beluisterd gepast, dus dat is helemaal aan het begin. Maar dat was wel goed opgenomen. Ja, mooi. Maak hem maar en zet hem op YouTube. Even kijken. Ja, Rob is druk aan het werk. De 14 december, dat is heel snel.